Leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Davy en in deze video ga ik je laten zien hoe je het oorgaasje van de iPhone kunt schoonmaken. Je kunt het oorgaasje schoonmaken als je problemen hebt met het gehoor tijdens het bellen. Dus als jij normaal aan het bellen bent en je hoort je gesprekspartner slecht, dan zit er vaak viezigheid in de oorgaasjes. Nou, in deze video ga ik je laten zien hoe je dat kunt schoonmaken. Hier voor mij ligt een iPhone met redelijk wat viezigheid in het oorgaasje. Je kunt dat testen door naar horen en voelen te gaan. En je hoort nu, ik weet niet of je dat goed in de video kunt horen, dat het geluid wat zacht en krakend is. Soms na verloop van tijd kunnen die oorgaasjes nog verder verstopt raken en dan kan het probleem alleen maar erger worden, dat je bijna niks meer hoort. Ik ga beginnen met het uitzetten van de iPhone. Ik gebruik nu een microscoop om te laten zien hoe je het oorgaasje kunt reinigen. Met de iPhone even in de houder. Nou, de houder en de microscoop zijn niet nodig om het oorgaasje te reinigen. Gebruik dat enkel om te laten zien wat er gebeurt van dichtbij. Dus je hebt geen microscoop nodig. Nou, we beginnen met een zacht borsteltje. Daarmee ga ik voorzichtig over het oorgaasje heen. En dan zal je al zien dat er direct al wat viezigheid uit het oorgaasje verdwijnt. Daarna gebruik ik wat 70% IPA. En daarna ga ik er weer met het zachte borsteltje overheen. Nou, met wat lucht blaas ik de IPA ook een klein beetje uit het gaasje. Dan kan ik kleine restanten nog even goed verwijderen. Nou, toch nog een klein beetje 70% IPA eraan toe. En met een wattenstaafje kan ik er nog even goed doorheen en daarna met een antistatisch doekje. Ik ga nog een keer met wat lucht door het oorgaasje heen en nu is het weer zo goed als gewoon. Het houdertje kan aan de kant. De microscoop ook. Gebruik nog wat 70% IPA om de rest van de iPhone ook even schoon te maken. Denk hierbij aan het scherm. Vaak tussen de camera's zit nog veel viezigheid. Vooral als je een hoesje eromheen hebt. Dan zie je veel soms zand of stof tussen het hoesje en de iPhone zitten. Met een dun reinigingsstaafje ga ik nog even langs de randen van de knoppen en bij de volumeschakelaar. Deze iPhone is verder redelijk schoon, maar als je dan toch bezig bent, dan kun je het beste alles even weer goed schoonmaken. Ga nu alles even testen. Doekje heb ik nodig, lucht, 70% IPA en natuurlijk niet vergeten het borsteltje. Zet de iPhone weer aan via horen en voelen. Hoor ik direct dat het geluid een stuk harder en zuiverder is. Nou, het is gelukt.
Ik heb het Orgaasje succesvol schoongemaakt. Alle producten wat ik tijdens deze video gebruik, kun je vinden in onze webshop. Ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad. Ik zou het enorm waarderen als je even een likeje op de video wil geven en wil abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot ziens.